Paula van Carolus Crucis in Zwolle. Ja, ze vragen wel eens aan mij, wat moet een Hollander dan met een Indisch project? Ja, het kwam vanzelf op. Ik had een keer een Joods project gedraaid voor de Joodse gemeenschap. Toen dacht ik, nou, er wonen ook Indische mensen in Hattem. Die zaten in een school, die hadden de voetbal. Ik woonde in de straat, mijn vader een fietsenmaker. Die kwamen dus een fiets halen. En dames moesten leren fietsen toen de tijd, weer de 50e jaren. En toen ben ik eens gaan inventariseren. En toen dacht ik dat ik dan 20 families had. Nou, dat viel te negen. 4 keer 20, 5 keer 20. En dacht ik, ik ga er ook eens iets van maken. Ik ga de families hier opzoeken. Ik dacht, dat moet een monument worden. Een naslagwerk, zodat generaties, families, mensen, nog eens kunnen bladeren hoe het in elkaar stak. Wat die mensen hier uit de oost hier deden, hoe ziek ze kwamen, en waar ze, waar komen ze nou vandaan, et cetera, et cetera. Ik wou nou het boek overhandigen aan de burgemeester Hattem, de heer Wiggers. En ik zal het boek even laten zien aan alle mensen. Dit is het geworden. Een voorkant. Een achterkant. Burgemeester Ben Wiggers. Een hoogste aanwinst voor de archief van Hattem. Kun je die wel mee? Dankjewel. En wat ben ik vereerd, dat ik als burgemeester van Hattem hier in Zwolle het eerste exemplaar van het ontvangstblad neem. Allereerst natuurlijk omdat het een enorme, mooie, grondige studie is. Ik ga er zo op door. En tegelijkertijd, ik ben met zoveel, ik heb gehoord hoe die wachtrij is, dat ik niet naar mij heb gestaan. Dat ik het van tevoren al mag inzien en het ontvangstblad nemen. Er zijn wat mij betreft twee redenen waarom dat boek van belang is. 1. De heer van Keulen, Herman, is een gepassioneerd geschiedkundige. Hij heeft eerder een boek geschreven over de Joodse gemeenschap, de geschiedenis van de Joodse gemeenschap. En Herman is in staat om de geschiedenis een gezicht te geven, in te kleuren en naar je toe te brengen. Dat vraagt grondig uitzoekwerk. Je doet het op een eigen stijl. Je kleurt in. Je brengt de geschiedenis levend. En getallen en feiten, die krijgen een andere betekenis. Die worden menselijk. En je laat de mensen zelf het woord. Dat vraagt wel tijd. Maar het is de overdracht van wat mensen zelf meegemaakt hebben. Hun eigen ervaringen. En dat maakt een boek warm. En dicht bij elkaar, dicht bij ons. De tweede reden, omdat dit boek zo belangrijk is, is dat het gaat over de hedendaagse geschiedenis. Een periode die wij, en de meesten van ons hier, aan de lijve meegemaakt hebben. We hebben allemaal, of je er nou geweest bent, vandaag of niet, te maken met Indië, Nederlands-Indië, Indonesië. En de geschiedenissen van Nederlands-Indië, Indonesië en Nederland zijn verweven. En door de jaren heen maken die deel uit van het erfgoed en de cultuur in Nederland. En juist daarom is het zo belangrijk om de cultuur en de geschiedenis vast te leggen en de verhalen overdragen. De verhalen van u voor komende generaties. Het boek zal ik met heel veel interesse lezen. Nog eens een keer hartelijk dank Herman, Keke en alle anderen. En u allereerst die meegewerkt hebben om dit boek zo dik te maken als dat het is. Ik zie eruit om het te lezen. Dank u zeer. Ik wil je eigenlijk even mee terug in de tijd meenemen, hoe ik het als kleinkind heb meegemaakt. Toen Ibu benar mau pergi ke negeri Belanda dan meninggalkan Indonesia, lihat-lihat barang-barang ini dari Indonesia dan anda meninggalkan. Ik zal het even vertalen. Meneer, mevrouw, weet u het zeker dat u naar Holland gaat?
en in Indonesië verlaat. Kijk om je heen, dit zijn de producten uit Indonesië die u achterlaat. Dat waren eigenlijk de laatste woorden die ik mij kon herinneren als jongen van 7 jaar. Toen ik op de reling stond van het immense grote stoomschip, de Johan van Oldenbarnevelt. Met mij stonden er 100 anderen achter de reling. En beneden ons voeren de inlanders met de prauwen en bootjes heen en weer. De ene prauw volgeladen met fruit en de andere volgeladen met katoenen stoffen. Ik zag die grote durian. Ik zag daarnaast een tros rode, roodharige rambutan. Ik zag een verschillende jeruks liggen. Tros bananen. Ik zag de salk en de sirsak en zag de papaya. In de andere prauwen diverse gekleurde stoffen. Gekleurde batiks, sarongs. En de inlanders die bleven maar heen en weer varen in die haven. Tot het moment dat die machtige hoorn klonk om dat immense grote schip tot 3 keer toe. Ik voelde een siddering door het schip gaan en de motoren die brulden. Ik zag de inlanders langzaam naar de kade varen, terugvaren. En daar stonden 100 mensen ons uit te zwaaien. En wij zwaaiden terug. Het schip voer langzaam de haven uit. En de mensen op de kade die bleven maar zwaaien, doordat ze als een stip in de horizon verdwenen. Op zee zagen we alleen dat diepblauwe water van de oceaan en die schuimende kolken tot ver aan de horizon. De reis duurde ongeveer 2,5 maand. Uiteindelijk kwamen we aan in de haven van Amsterdam. Ik denk, hè? Ik zag de kinderen allemaal in joggingpak lopen met zo'n alpino pet. Dat was gebruikelijk waarschijnlijk. Dat was de enige uitrusting die we hadden. Ik dacht, we gingen van boord, ik dacht, wat een rare grond hebben ze hier. Het was spierwit en de regen was ook wit. Pa zei, dat is de sneeuw, jongen. En het was erg koud. Dus, nou ja, wij zijn toen opgevangen en uiteindelijk kwamen we aan in Hattem. Dus al deze mensen die hier zitten, die zijn uiteindelijk in Hattem terechtgekomen. Van de eerste generatie zijn er eigenlijk maar weinig overgebleven. Want er is een aantal dat hier dus nog aanwezig is en nu een prachtige boeket bloemen willen aanbieden. Jannie? Tante Boei? Herman, want al die uren is eigenlijk niet uit te drukken in geld. We willen jou eigenlijk een symbolisch cadeau geven. En het is de Monas. Monument Nationaal staat midden in Jakarta. Dat is het symbool van de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië. En dat is eigenlijk de aanleiding dat wij met z'n allen in Hattem terecht zijn gekomen. Professioneel uit. Ja, en vooral heel veel warme, nostalgische gevoelens brengt dit naar boven. Hoe ik deze dag beleefd heb. Ja, ook als een en al nostalgie. Ja. Als een warme deken eigenlijk. Well, after this, it's a lot of emotions. I held a lot of stuff down for years and it means a lot. It's very overwhelming. It means a lot to me right now. Het was fantastisch.
Ja, het was indrukwekkend. Ik was mensen vonden het prettig. Weerzien soms na 50 jaar. En ik heb gezien dat het een fijne dag is geweest. Heel ontspannend. De mensen hebben elkaar 40, 50 jaar niet meer gezien. En ik hoor alleen maar positieve reacties. Ik zie heel veel lachende mensen. Veel emotie is er losgekomen. Vooral als je het verhaal vertelt van vroeger, vertrek vanuit Indonesië. Er zijn zelfs mensen uit de Verenigde Staten gekomen en uit Zwitserland.